De hele deur is paars, ja. Ja. Oh mijn god. Oh my god. Maria, Corrie, Juan, show yourself. Ze lichten de Parabellic microfoon volgens mij. Ja, we moeten even naar beneden. Ik kan het niet doen. Kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag gaan we weer verder met de serie. Maar ik ben niet alleen. Ik heb versterking gehaald. Namelijk, Pak Nube. Ja. Zijn we weer. Ja. Ja, wanneer komt de Pak Nube cam terug? Ja. Wow, daar zijn we weer niet aan gedacht. Ja, helaas. Maar kijk, het ding is, er was eerst zo'n mooi doek achter mij. Weet je wel. Maar dat kan nu niet meer, want datgene wat er nu staat om het vast te houden, dat is weg. Oh, je speakers. Ja, die staan ergens anders. Oh ja. Nou, dan moeten jullie nog even wachten, kijkers. Even geduldig zijn. Misschien moeten we gewoon een GoFundMe voor een goede camera voor jou. Voor een green screen. Inderdaad. En een microfoon, want als ik klap, dan... Ja, klopt. Dat hoor je niet eens. Nee. Maar het belangrijkste van deze aflevering is natuurlijk het rad. We moeten draaien aan dit rad. En het is aflevering 2, dus we gaan 2 keer draaien. Dus 2 items mogen tot onze spijt niet meenemen. En ik heb zo'n gevoel dat we vandaag een belangrijk item gaan verliezen. Ik heb geen idee. Hier komt de eerste. Wacht, ik krijg al jeuk aan mijn grote teennagel. Jeuk aan je grote teennagel. Nou, hier dan. Vorige keer had ik al de strong flashlight, hè? Bijna. Het was letterlijk het randje. Hoe kan dit? Dit is letterlijk vorige aflevering kwam die net op de thermometer, net niet de strong flashlight, en nu zijn we de strong flashlight kwijt. Deze game is rigged. Dit is gewoon onzin. Tweede keer. Als je nu weer op strong flashlight komt. Oh, de sound sensor. Sound sensor. Nou, die gaan we missen, jongens. Holy damn. Wat verschrikkelijk. Yeah. Nou, ja. Haal alle strong flashlights en je sound sensor er maar uit. Dat is verschrikkelijk. Nou, gaan we dan. Hebben we flashlights dan? Oh, we hebben ik vroeg nog wel even flashlight toe. Flashlights kunnen we wel toevoegen, ja. Ja. Wat zielig. Wat zielig. Oh, die had ik er niet eens in zitten. Kijk, mooi. Ja, ik heb er eentje toegevoegd. En dan hebben we er 2. Uit, dus we doen het normaal. Oh, de sound sensors moeten eruit. De sound sensors. Oh, damn. Ja, oh, ja, ze staan alle 4 nog in. Of zoveel geld. Ja, inderdaad. Ze hebben op sociaal voor de video nog gekocht. Deze 10 seconden sound sensor. 10 seconden wel eer van de sound sensor. We graven je nu in je graf. Hier. Klik ik op al toevoegen. Oh, dat is niet handig. Ja, ze zijn eruit, hè. Ja, kijk. Ja. All good. Ready to rumble. Ah, hoezo de storm flashlight? Hoezo? Letterlijk, weet je hoeveel items er zijn in deze game? En van alles moeten we de strong flashlight afstaan. Ready for the 90% though. Oh ja, ik speel met Koen. Dan moeten we lang wachten. Ja. Heb je even geduld? JK. Ja, even. Straks gaat de geest gewoon rage quitten. Dat denkt, ja, het duurt te lang voordat de mensen komen. Ik ga naar het volgende huis. Het zou kunnen. Wat nou als het Michael Jackson was die we missen? Ja, ja, misschien zie je die naam straks en het is echt Jackson. Maar misschien zijn we nu nog wel betere. Ja, dan je hebt namen. Echt. Oh, je bent er. Ja, hier, kijk. Dit soort namen. Ik kan dat niet uitspreken. Corrigan. Corrigan. Ik weet het niet. Wat moet je roepen naar die geest? Doe gewoon even makkelijke namen. Mexico. Maar dan... Mexico. Corrigan. Weet je wat? Gewoon. Oh, de Juan. Nee, Corrigan. Corrigan. Nee, dit... Flash mode, dit is niet goed. Nee, echt wel. Ik heb een flash... ik moet een flashlight. Even dit koelkast ding, weet je wel. Dat oude, lelijke... Gatsidari. Hij is zo zwaar, ik kan niet heel lang op. Ja, en je duim wordt er moe van deze. Dit is niet automatisch. Ja, net zo zwaar als een portemonnee. Oh ja, want daar zit zoveel geld in, zeker. Veel muntgeld, zeker. Nee, geen briefgeld. Alle pasjes. Oh, twee dingen zo. En pizzakaart van de befaamde dealer. Oh, zo. En de breaker, die zit in een garage. En we moeten een ghost hunt, escape, een IMF readertje. En we lagen nog 25% sanity. Dat moet te doen zijn. Dat zou easy moeten zijn. Nou, ik weet niet of dat zo easy is met deze flashlight. We maar in de volgende challenge gewoon geen smudge stick en geen fingerprint. Geen lighter. Mag gebruiken. Ja, het kan gebeuren op een gegeven moment natuurlijk dat ik gewoon helemaal geen evidence dingen mag meenemen. En dan is het gewoon, ben je
zo ben je gokken van, ah, het is deze geest. Vinger in de lucht, ja. Ja, zo, dat is precies wat ik deed, hè, vinger in de lucht. Oh, really? Ja, nee, dan wordt het gokken inderdaad. Dan moet je gewoon een beetje aan het gedrag van de geest een beetje raden wat het is. Dat is wel een beetje saus. Want zo goed ben ik ook weet. Ik weet wel wat mijn video's er zijn, hoor. Yo, mensen. Doei, mensen. Was leuk. Even gokken. Zal ik dan gewoon een keer... Een keer uploaden, zeg maar bijvoorbeeld geblinddoekt Nightmare spelen op een side of zo. En dan gaan de video beginnen met de intro en dan gewoon gelijk erachteraan de auto. Ja, die is van of zo van, helaas zijn de videobeelden van binnen zijn mislukt, maar ik heb wel nog de intro en de outro, dus geniet er maar van. Ja, daar kom je ver mee. Ja, misschien dat ik dat volgend jaar 1 april, dat is een goede... Oh, dat is wel een goede, ja. Goede video. Dat is wel joke gebruikt. Ja. Oh, hoor dat? Ja, wordt gebeld. Boven, hier. Dus boven. Goedendag, is het service van de BCC. Wat werkt het? Ja, hebben we bingo. Of is het elke tiende beller of zo? De boon. Heb je een fotocam? Nee, heb ik niet. Ik denk dat deze telefoon misschien was hier. Hier, deze telefoon. Nee, IMF 5. Ik had IMF 5. Oh, ik had gewoon letterlijk 1 seconde nog IMF 5. Ik had geen 2 seconden later mijn IMF uit moeten trekken. Ja, hier IMF 5. Hij gooide met iets. Toch? Huh? Wacht, ik zweer het je, ik hoorde hem gooien met iets. Maar het kan ook in de andere kamer zijn. Dat hij hier iets gooide. Ja, hier zit ook nog iemand 5. Bro, deze geest zit gewoon in de muur. Hoe moet ik nou weten waar die zit? Pak wel even een kroeselvak. Ja, je moet ook... voor mij zat hij aan deze deur. Nee, het is niet deze deur. Hoe zat deze deur dan IMF 2? Wat? Oké, dat is raar. Oh, jij hebt de temperature. Maar het is niet hier. Hier zit warm. Oh, hoor dat? Ja, het is die andere kamer hier. Hey, wat is dat voor geluid? Oh, hier. Dirty water! Deze nieuwe dirty water dingen ziet er zo slecht uit. Letterlijk, de oude was 100 keer beter. 100 keer. Is het badkamer of zo? Ja, kom eens. Kijk, die dirty water, man. Dit ziet er... Dat is bruine bonensoep. De gemiddelde badkuip na een avond verstappen. Ken je die video van... er is dus zo'n gezin en dat heeft een bad en dat gebruikt... Dat hergebruikt water. Dus eerst gaat de moeder in bad. En dan in hetzelfde water gaat de vader in bad. En dan daarna gaat dat jongetje in bad. Dat is zo smerig. Nee, dat is vroeger natuurlijk. Hè? Ja, klopt. Maar je ziet dat jongetje er zo in zitten. Dat water helemaal bruin. Een warm telkje en dan ging je er gewoon in. Dat is waar inderdaad. He, die goede oude tijd. Goede oude tijd, ja. Die wij nog helemaal door hebben gemaakt. Helemaal, ja, want stiekem zijn wij gewoon 123 jaar. Dus, ja, wij zijn echt de ghost. We weten veel. Ja, wij zijn de ghost inderdaad, ja. Oh, wacht, ik wilde letterlijk zeggen, het zou leuk zijn als je kon zien hoe oud de ghost was. Maar je kan het gewoon vragen via Ouija board. Ja. Maar we moeten wel dan... Nee, cursed item. We hebben hem niet gevonden, nee. Wat slecht. Okay. Moeten we wel toch doen, straks. Ja. Nou, laat even een rondje lopen. Ja, is goed. Heb jij nog een fotocam? Ik heb zeker een fotocam. Oké, ja, ik denk dat het boven... ik weet niet waar ze liggen op deze map. Ik ben het kwijt. Ik ben het vergeten. Kan je in een kastje liggen of zo? Ja, I don't know. Nee, ik weet het echt niet meer. Ik weet wel... Summoning Circle is het niet, want die ligt beneden in de kelder. Maar die hebben we niet. En voor mij moet hier musicbox liggen. En Ouija board daar in dat kamertje daar. Dus dan moet het boven voodoo doll zijn, denk ik. Maar waar die ligt, ja, dat is de good question. Dat weet ik allemaal niet. Of de haunted mirror. Weet ik ook niet. Nee. I am trash. Welkom bij Trash Games. Ja, jij bent altijd de pro player. Waarom weet je dit nou weer niet? Ja, doet de lichten uit. Fingerprints. Even controleren. We hebben fingerprints. Ja. Oh, ik had hier net een UV lampje. Ja, maar het is dus een Jin Goryeo Obake of een Marling. Ook op de deur? Ja. Oh ja, hoeveel vingers heeft hij? 70. 70 min 65. Maar het had gekund. Hier zit hij inderdaad. Oh ja, ook op het lampje hier, precies. Oh, maar dat ik is leuk. Dat Obake is. Ja, dat zou leuk zijn. Oh, zit hij weer aan de deur? Oh, is dit? Wat is ik dat? Ik weet niet of dat 6 vingers zijn, want ik zie 6 streepjes. Want bij die duim zit nog een streepje, maar... Dat zien? Mag ik eens kijken met UV? Ja, hier. Hè? Ik weet niet of dat... Het is wel een hele vage fingerprint. Ja, dat is een beetje... Maar de Obake... Weet je wat het is? Als ik hem zie, dan herken ik de Obake fingerprints, maar anders niet. Dus ik moet het echt even zien. Ja, maar dat is inderdaad zo... Ja, we moeten ook nog kijken waar de cursed item is. Ja, dat is cool, maar... Oh my, dat is leuk.
Dat is een hele bijzondere fingerprint. Nog nooit eerder gezien eigenlijk. Nee? Nee. Ja, ik ga denk ik even opzoeken waar die cursed item kan zijn. Want ik voel me echt nog blinder dan een naakte morot. Oh, daar, hier. He, he. Maak je even een mooie... Ja, ah, dat is heel ongepast, hè. Een foto maken terwijl die op bed ligt. Gewoon in te slapen ligt hij. How peaceful. Nee, dit is voodoo doll. Wat is het? Ik heb een leuke challenge. We moeten alle voodoo doll pins indrukken. Ja, maar oké. Zal ik er nu alvast eentje doen? Ja, doe er één. Oh, ghostwriting. Oh. Ja, ghostwriting. Oh my god, really? Oh, wacht, ik moet even een foto maken. Ja, letterlijk. Mining. Ja, letterlijk door de voodoo doll kregen we ghostwriting. Wauw. Ja, hier, je hebt een foto. Mag ik een foto van maken? Hatsa. Yes. En Myling. Ja, Myling is niet heel interessant. Die is gewoon stil. Oh, jawel, de parabolic microphone. Die moeten we met de Myling doen. Ja, is bij jou ook glitch die UV light? Ja, glitcht dat ook bij jou? Bij de deur, daar, zei je. De hele deur is paars, ja. Ja, maar hier ook. Deze deur ook. Kom, ja, deze van die locker. Ja, die ook. Locker, ja. Ja, als je erop schijnt, zelf zo. Kijk hier aan. Oh ja. Deze game is zo bugged. Wat hebben ze gedaan met de lichten? Heb je ook gezien? Wacht, je moet even een... Dat heb je helemaal nog niet gezien. Pak even een lighter. En beweeg gewoon even met het vuurtje. Gewoon even... Of, oh nee, de lighter. Ja, is het de lighter ook al? Nee, je moet een kaars aanzetten. Sorry, je moet even een kaarsje aanzetten. En die kaars moet je dan vastpakken. Voor mij is dat nog niet gefixt. Kijk, kijk naar het vlammetje. Ja. Oh nee, hebben ze het nou wel gefixt? Ja, ze hebben het gefixt. Als je zo doet, dan... Lop. Oh, daar ga ik niet. Oh ja, het was zeg maar gisteren en eergisteren was het nog dat het vlammetje ging achter de skybox, zeg maar. Of het is niet te gaan op deze map, maar dat was zo weird. Het vlammetje van de kaars die werkte maar gewoon niet, zeg maar. Oké, parabolic microphones. Zijn we klaar? Yes. Ja, wat wil ik nog meer meenemen? Ik neem nog wel even een crucifix. Ja, dat is misschien wel verstandig. We gaan ook even met de voodoo doll klooien. Als we maar niet in de hart... Ja, het zou mooi zijn. Ik dacht eerst dat het pas het laatste naaltje het hart was, maar het is dus gewoon random. Ja, ik heb het een keer als eerste gehad al. Dat is minder fijn. Heb je nu al sounds? Shut up, man. Ja, hier. 0.6. Ja, ik heb ook 0.6, maar ik hoor niks. Ghost, ja, laat zich niet horen. Kijken. Oh, ja. Ja, hier. Ja, ik hoorde gefluister. Ja, 0.8. Oh, 2.5. Ghost. Maar is dat gefluister? Is dat het enige paranormal sound wat er is? Nee, volgens mij is er wel meer. Ik heb wel harder gehad, zeg maar. Echt gewoon gepraat. Oh, 2.4. Oh, deed hij nou licht uit? Weet ik niet. Meer de halletje op. Oeh, Ghost, maak een geluidje. Ja. Oh. Hier. Zo, ja, dit was luider. Goeie, joh. Ik ga iets doen. Oh. Ja, de deur. Ja, dat was de voodoo doll in actie. Nog eentje. Durf jij eentje te prikken? Ga eentje. Woe! Oké, ik heb er 2 gedaan. Je hebt er 2 gedaan? 0.8. De IMF. Dat is IMF 2. We're still good. Meer audio. Ja, we willen de ultimate parabolic. Ja, we hebben niet de Banshee. De Banshee die heeft een bepaalde scream. Dat is echt heel vet. 0.1, 0.8. Ja, ik heb een idee. Oh? Nee, nog één. Nog één. Durf je nog één? Ja, heel even parabolic microfonen. is goed. Ik wil eventjes nog één keer een harde ghost sound horen. Ja, oh goed, ik snap het. Ik zou ook bang zijn als ik jou was. Ja. Het is een 16 plus game, jongens. Ja, 18. Oh, is het een 18 plus game? Ja, het is 18 plus game. Jullie zijn betrapt, waarom kijken jullie hiernaar? Jij bent geen 18 plus. Wedden dat je geen 18 plus bent? Oh. Ik ben ook geen 18 plus trouwens. Jij bent ook geen 18 plus. Nee. Wat een oplichterij. Altijd 4. Dit mag niet. Ja, straks komt de politie nog aan de deur. Een nieuwe titel. Ja, illegale praktijken. Oh, daar is het. 1.1. We gaan even de ghost. Het komt. Ja, Maria Corriguan. Give us a sign. Maria Corriguan. Maria. Oh. Oh ja, mijn god! Ja, daar! Oh my god! What the fuck, ouwe! Was dit een parabolic microphone sound of een ghost event? Ouwe! Yo! Dan krijg ik even de kriebels over mijn hele lichaam. Oh! Maria Corriguan, show yourself! Ik denk dat ze dat stukje met Juan niet zo leuk vindt. Oh, of ze krijgt er echt enorm trek van, want ze houdt van lood eten. Lood eten, oh ja. Maria Corriguan, give us a sign. Hello? Show yourself. Oh, ik hoorde wat. Spook. Oh, nog een... double burn. Ja, we zijn er geweest. Die andere. Oh ja, oké, weet je?
Frick it, omdat jij het niet durft. Even één ding op de voedsel. Oh, nee. Het is goed, het is goed. Durf jij nog eentje? Durf je nog eentje? Deze geluid nog. Wacht, wacht. Even één keertje die sound en dan druk ik hem. Ja, is goed. Give us a sign. Show yourself. Move your ass. Oh, 2.9. Hoeveel IMF? 1, 2, IMF 2, 0.5, niet heel hoor. Nou, het was net wel hoor, hier 0.9, in het hoekje. Hier? Hier de bed. Gewoon vieze geluidjes op bed. Wie zit daar allemaal onder de dekens verstopt? Laat jezelf zien. Oh, ja, oh, ja, ja. Oh my god, ja. Ja, gefluister weer. Oké, okay, nou dat was leuk. Die fluistergeluid doet me echt aan Forborn denken. Oh ja, nog een crucifix. Oh, IMF... Oh, leuk, leuk. Ik zat gebukt op de trap. Oh. Verder naar achter. Ze komt. Ze komt. Oh. Hoe gebeurde dit? Kreeg ik een hartje. Oh, je deed het in het hartje. Ja. Zeker. Oh, het is een curve. Oh. Jongens, ze is hier. Ik hoor het. Oh, het is voorbij. Voor mij is het serieus net geëindigd toen ze hier kwam. Je hoorde ze... Ja, joh, ik hoorde er heel luid. Auwe. Hoe we dit overleven. We moeten heel snel naar buiten, want onze sanity is like echt dead gewoon. Ja. Onze sanity is echt. En we moeten nog even zo'n hunt escapen. Dus we moeten nog even allebei een smudge stick nemen en er dan even de graas nemen. Sucker. Doe me niet blijft leuk. Blijft leuk. Doe me niet aan. Hier. Tja. Ja, onze sanity is pretty dead. Ja. Oh, je deed ook gewoon sanity pill. Ja, want we moeten wel... Ja, oké. Want we moeten wel durven smutsen. We moeten wel even Maria gewoon even outplayen. Gewoon even de hele game finishen. Perfect game. Ghost... Ah, nee, geen ghost foto. Ik ga er nog eentje doen. Haha. Even de leuke pilletjes slikken, zeker. Je hebt ook een opscheerjongen hier aan de onderkant. What the frick, man. Oh my... Zo, mijn nek is echt warm, denk ik, op dit moment gewoon. Je nek is... Oh ja, je kan het zien, hè. Mijn schermdelen staan nog aan. Ik heb er een heel schaap groeien. Ja, gaat het zo helemaal door naar beneden, zo. Ja, over mijn rug heen, kan je het zien? Ja, ik zie er net hier aan de onderkant. Ja, hier net. Als je zo net naar binnen gaat, weet je wel, dan kun je ook mijn tanden zien. Misschien kun je ook mijn rughaar zien. Oh ja. Oh, dit is wel... Een beetje intiem, maar oké. Nee, dit is off-limits. Vandaar is Vesophobia 18+, hè. Dat is om deze reden. Ja, inderdaad. Ja, zeker als je VR speelt, is het nog... Dat is intense. Wat gaan we doen? Je moet een smutsje. We moeten de ghost smutsen. Ik heb geen lighter. Kijk eens. Ja, maar ik heb niet de foto. Ja, maar die ligt hier op de grond. Ja, we kunnen een foto... Ja, maar als jij een foto wil maken, vind ik dat ook goed. Ik wil wel een foto maken. Heb je genoeg foto's in je fotocam? Ik heb 5 foto's in je fotocam. Oh. Dat zou genoeg moeten zijn, ja. Ja, net wat te doen. Is de breaker? Oké, top. Nee. Dan maar all good. We gaan er gewoon... Ja, klopt. Dat is echt veel beter. Oké, hier. We hebben nog één burn te gaan. Voordat we echt de Sjaak zijn. Maria Corrie Juan. Ja, gaan we weer. Show yourself. Juan. Oh, audio? 1. Audio? Oh, in je parabolic mic. Ja. Give us a sign. Niks. Ja. Maria. Ik hoor gehuil. Oh, gehuil. Oh, dat is niet zo goed. Ik hoor... Letterlijk. Letterlijk, wauw. Maria Corrie Juan. Yo, wow, wacht. Hij sprong even naar 4. 4? Oh, wauw. In het bed? Ja. Toch de vieze dingen hier wezen. Maria Corrie Juan. Hallo? Ja. Oh, wat de hel was dat? Ze lichtte de parabolic microphone volgens mij. Ja, dat is echt zo. Gewoon even de ASMR. Oeh. Ja, weg. Jij moet een foto maken, broski. Ja, maar dan moet ze wel komen. Ja, we moeten even naar beneden. Ik kan het niet. Wat is dit? Het idee dat ik dood ga. Ik zit verstopt. Ik weet niet of ik goed genoeg verstopt zit. Ik ben helemaal in het donker de kelder ingerend. Ik weet niet of ik goed zit. Ik zit boven, letterlijk zo naast de kamer waar de ghost... Wat was dat kind? Dat was echt een wandelende worm. Ja, dus die naakte molrat is dit, die geen haar op de hoofd heeft. Ja, dat is verschrikkelijk. Oh, het is een cursed hint ook weer natuurlijk. Hé, het was geen foto, wat de hel. Ik heb er echt lang gewacht op die foto. ik heb echt mijn leven gespeeld. Maar we hebben hopelijk wel de Escape the Ghost During a Hunt achievement. Ja, die hebben we. Ja. Ik had dat ding echt vol gerepeld namelijk, want ik dacht anders zou jij dood zijn. Want ze was opeens heel dichtbij. Ja, maar ze knipperde voorbij, hè? Flink.
Ja, volgens mij wel. Loop maar naar buiten, ja. Jij. Ja, ze hebben dus in een update hebben ze gezegd dat het makkelijker zou moeten zijn om een ghostfoto te maken tijdens een hunt. Ik heb daar letterlijk niks van gemerkt. Het lukt mij nooit. Letterlijk, de keren dat de ghost erop staat, is het of een interaction foto of een fingerprints foto die er toevallig net even 1 millimeter op staat. Dat is echt verschrikkelijk. Het is altijd interaction als die ghost achter je aan is. Ja, klopt. En dan gooi je met een blikje om en... Ja, echt bloedirritant. Voor mijn gevoel is het alleen maar moeilijker geworden juist. Maar, zonder strong flashlight, hoe erg hebben we dit geklaard? Ja. Oh, maar Koen, weet je wat je net zei? Hè? Je had het over Mexico, toch? Mexico, ja? Ja, kijk eens daar op die landkaart. Waar is dat? Oh my god, Mexico. We zijn in Mexico. Ja, we zijn in Mexico. Het is echt gewoon hier New Mexico, populated places. Ik kan het niet lezen vanaf hier. Nee, nou, ik Clovis. Even voorop zetten. Santa Fe. Nee, dat is Clovis. Staat daar. Dat is Chili. Is dat geen Chili? Dat is Clovis. Nee, dit tweede kopje. Drie regels onder Mexico. Nou, eigenlijk twee regels. Onder Mexico. Onder Nieuw... Hè? De derde regel. Onder Mexico. Onder Nieuw Mexico. Nee, staat er een dat klein... is... Oh, je bedoelde wat anders. Ik had het over... Welke? Chili. Wat was jij aan het kijken dan? Ik, New Mexico. Er staat er populated places. En er staat op 1 staat Albuquerque. En op 2 staat Clovis. Oh, er staat inderdaad Clovis. Chili is toch niet in Mexico? Want Chili is een land. Ik dacht dat er Chili stond. Ja, er was... Ken je topografie, man? Nee, Chili is een land. Jawel. Nou, ik close ga wel weer huizen. Alweer dan. Ja, ik ga wel weg zonder jou. Ik ga wel hier. Close the gates. Ja, ik ook. Dat is Hier, hoppakee. Ik ga wel hier in deze kast zitten, want daar ben ik gelukkiger dan daar buiten. Ik ben lekker in het warme Mexico, hoor. Heerlijk. Het warme Mexico. Oh ja, lekker bij Maria, je vriendin, je kale baby. Kijk, 420, omgekeerd. Easy. Jongen, ik ben zo close richting de level 400. Maar het gaat zo langzaam voor mijn gevoel de laatste tijd. Ik ben veel sneller van level 100 naar 300 gegaan dan van 300 naar 400. Dat is echt... Ja, maar gaat het niet ook om in XP? Dus dat is niet steeds... Weet ik niet. Zou wel kunnen. Weet ik eigenlijk niet. Ik ben niet zo pro... Wat is een auto nou? Je moet gewoon zeggen, yo, drink... Fristy, like en abonneer in Mexico. En dan zie ik jou weer bij de volgende video. Joejoe!